voor de Prinsenhagen, maar we zijn verhuisd naar de Bredasseweg. Dus ik heb eigenlijk mijn hele jeugd op de Bredasseweg gewoond en later op verzet van Rookplein. Daar bent u ook naar school geweest? Aloysius. Katholieke broederschool. Ik was misdienaar, maar ik werd ontslagen en ik had de wijn uit de opgedronken. En ik deed voetballen in de club, Aloysius Vereniging. Ja. We hebben nooit tekort geneten gehad. De mensen klaagden wel eens, maar meestal ook ten onrechte. Iedereen moest werken. En iedereen had werk. Geen werklozen? Nee, geen werklozen. Mijn vader had werk. De kinderen, zodra ze 14 jaar waren, moesten ze ook gaan werken. Iedereen moest gaan werken. Mijn vader die was machinist bij Bakker Rup, kraanmachinist. En toen u van school af kwam, was u een jaar of 14, toen ging u al werken? Toen moest ik gelijk gaan werken, ja. Toen heb ik een tijd gewerkt bij een kleermakersbedrijf, uniformbedrijf op de Grote Markt van Siemens. En toen de laatste jaar heb ik nog een jaar gewerkt op de Quatta. En vanuit de Quatta ben ik naar Indië gegaan. Een advertentie in de krant. Voor u is ook de ransel. Voor generaalstaf. Generaalstaf zit in een ransel. Als je moet oppassen, kun je dat bereiken en dat bereiken. Ik dacht naar de zakjes papieren. In 38 zag ik de advertentie, ben ik gecorrespondeerd. En toen ben ik in 39 op proef aangenomen in Nijmegen. Mm-hmm. En vanuit Nijmegen naar Indië gegaan. Ik heb er afgezien spijt van gehad, want ik heb na krijgsvriendschap heb ik mijn vrouw ontmoet bij de acties.